Iedere dag beginnen de medewerkers met het grondig schoonmaken van het verblijf van de dieren. Eerst worden de hokken leeggemaakt en handmatig voorbewerkt met sop. Daarna volgt een hoge drukbehandeling met ontsmetting. Voor de honden geldt dat zij tijdens de schoonmaakwerkzaamheden naar buiten worden geplaatst. De katten worden één voor één uit hun hok gehaald. Ook de voerbakken worden goed schoongemaakt en daarna weer voorzien van voer. Sommige hondjes krijgen één keer per dag te eten en de andere twee keer. De kleinere hondjes krijgt één keer per dag en de andere twee keer. Wat heb ik nodig? Het gaat nou medicijnen. Ja, de ochtendmedicijnen. We hebben dus een lijst. Dit is dus de lijst van de dieren die op medicijnen staan, of medicatie. En sommigen moeten 2 of 3 maal daags wat hebben. Dus dat ga ik dus nu de ochtendmedicijnen doen. De 1 maal, 2 maal, 3 maal daags ga ik dus nu doen. Tenminste, de 1 maal daags niet, maar de 2 en 3 dus wel. Dus moet ik even kijken wat ik allemaal nodig heb. Gaat in de bak en dan gaan we een rondje maken. We gaan de quarantaineafdeling op. Dan moet ik haar hebben. Zij krijgt neusdruppeltjes. De meisje. Kom eens. Ja, kom eens bij mij. Dat is niet lekker, hè? Ga ik haar ook een pilletje geven tegen de diarree. We zijn ook het voer aan het afbouwen. Ze heeft speciaal voer daarvoor gehad. En ze krijgt nu half gewoon voer en half dieetvoer. Maar ze is nog steeds aan de diarree. Dus ik denk dat we weer volledig op het dieetvoer moeten gaan daarvoor. Je bent wel lief, hè? Ik denk dat ze dit niet heel leuk vindt, maar dat zie ik vanzelf. Nee. Binnenhouden. Ja, goed zo. Dan ga ik een kitten plagen, die daar zit. Die zijn de diarree ook. Ja, kleine. Het ziet er heel apart uit, hè? Kom eens. Kijk altijd eventjes nog in de bak. Ja, ontlasting is nog niet helemaal goed. Dus dan krijgt hij nog een pilletje. Nou, kleine inimini, kom eens hier. Zo. Die daar, druppeltjes in zijn ogen. Dat is wel een uitdaging, want ze voelt hem al aankomen, dus het gaat inderdaad weg. Want het is natuurlijk, staat al een week op die oogdruppels. Daar kan ik niet bij jou, hè? Nee. Nou, ik moet toch even deze open doen. Dan gaat ze weer naar die kant. Kom maar, meis. Is wel goed. Ja. Met zo'n meis. Ja. Waarom moet jij niet eten hoor? Dan heb ik hier nog eentje. Krijgt ook medicijnen. Ja. Deze medicijnen moet je in zijn bek pillen. Dus dat is dan. Dan krijgt hij dus een beetje blik voor. Dan prak ik de pil doorheen. En dan heeft hij zijn ochtend medicijnen gehad. Dus dat moet ik even gaan doen in de keuken nu. Nog een stukje. Dus dit heeft hij echt binnen een paar minuten op. Kijk eens.